Net als op Pinkpop 2011 praat ik weer een keer met Celasu, maar nu op Lowlands 2011. Ik babbelde net even met Eefje de Visser. Ik begreep dat Eefje de Visser zojuist ook met jou heeft gebabbeld. Klopt, ja. Ja. Kende je haar? Eigenlijk niet, nee. Nee, maar ze heeft dat wel supergoed gedaan als interviewer. Ik zal mijn best doen om niet precies dezelfde vragen te gaan stellen. Dat was trouwens een ideetje van onze collega's van 3 voor 12. Om artiesten door andere artiesten te laten interviewen. Daar komt het een soort, zo komt een keer om neer. Kijk, je staat er knap op, Celasu. Diva vindt hemelse rust. Zou jij jezelf een diva willen noemen? Absoluut niet, man. Ah. Want dat is van die zinnen uitgehaald, totaal vergroot en niet en dat. Nee, ik ben niet echt een diva, ze. Nee, anders zou je hier ook niet zo gezellig aan een tafeltje zitten keuvelen. Diva gedrag heb je godzijdank niet. Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Waarom noemen ze jou zo? Ja, ik weet het niet. Ja? Ik begrijp er ook niet. Nee, ik snap er ook niet. Hey, je bent net gesignaleerd in de X-ray, hoor ik net. Bij AXE, dat wist ik eigenlijk. Dat, ja, overviel me een beetje. Doe je dat wel vaker? Hoe is dat zo tot stand gekomen? Want dat is drum and bass. Ja, dat is dubstep drum and bass. Dat is eigenlijk mijn bandje van vroeger. Hè. Dat zijn echt dus MC's. En na Celasu deed ik dat ook echt heel graag. Dat zijn met de Addicted Crew soundmannen. Dat zijn heel goede vrienden van mij. En samen dubstep maken. Zo. Maar omdat ik zo druk bezig ben met Celasu, hebben ze een andere meisje moeten zoeken. Maar elke keer als ik kan... En er kan zijn, want normaal gezien ben ik druk bezig. Dan doe ik nog eens mee en vandaag was ideaal. Ja, je was er toch en zij waren er ook. En zijn dat dan nummers die nog uit jouw tijd? Nummers? Nummers, ja, songs, ja. Als je daarvan mag spreken natuurlijk in dit geval. Maar uit jouw tijd, je hebt er natuurlijk ook muziek mee gemaakt. De dubstep scene? Ja. Maar nee, ik ben echt even hard into dubstep dan into soulmuziek. Altijd al geweest. Ik weet het niet, daar is een vrij grote scene in Leuven hoor. Dus, Je blijft ook beide gewoon doen? Sowieso. Met veelzijdig mens, Celasu. Ja. We hadden het al Pinkpop al over. Je hebt natuurlijk met CeeLo Green heb je een nummer gemaakt. Je hebt bij Prince opgetreden. Je hebt allerlei adviezen van Prince gekregen. Waar houdt dit op? Wat heb je nou nog te wensen over? Want ja, straks de Alpha, de allergrootste tent op Lowlands. Derde keer op rij trouwens, Lowlands. Ja, zegt zot. Wat nu? Shit, wat nu? Dat het nog groter wordt, hè? Dat bedoel ik eigenlijk. Maar ik ben eigenlijk zeer, zeer, zeer down to earth of zoiets. En ik absoluut. En ik kan het ook heel goed plaatsen. En voor mij is echt mijn doel om gewoon er een evenwicht in te vinden. Ik wil ook, nu ben ik 22, nu is echt een tijd om ervoor te gaan. Maar ik wil ook wel over 8 jaar echt aan een gezinnetje beginnen. En dan wil ik echt een supergoeie balans vinden tussen muziekleven en gezinnetje. En dat is mijn ultieme droom, om daar een evenwicht te vinden. Een beetje boring, maar het is echt wel waar. Met dat gezinnetje net zo goed komt als met de muziek, dan komt dat helemaal goed, denk ik. Ja. Nog even tot slot het laatste woord over de muziek. Ja, we praten al over je tweede album op Pinkpop. Hoe is het ermee? Nieuwe songs? Ja, het zit toch in mijn hoofd. Er zijn al een paar nieuwe, zeer coole beats geschreven en coole teksten. Echt waar, ik kan eigenlijk niet wachten om er echt iets aan door te werken. Maar nu is gewoon zo busy. Ik ben her en der in Frankrijk. Eentijd. Vooral in Frankrijk ben ik echt... zeer veel aan het spelen, dus ik moet iets wachten om echt een breakje te pakken en dan is focus op de nieuwe plaat. Wanneer is er een break in dat hele drukke schema van Celasu momenteel? Ja. Nu heb ik zogezegd 2 weken off, maar ik sta er toch wel op Lowlands. Dus ik denk eind december, begin januari, dan is het wel meestal rustig en dan ga ik wel eens claimen. Je hebt een voorspelling gedaan op Pinkpop. Wat is er eerder, een nieuw album van Celasu of een Belgische regering? Toen zei een nieuw album van Celasu, voorlopig is het in je voordeel beslecht. Wel, ja. Ik ga je niet weer een uitspraak wagen, een voorspelling. Ja, het is dat. Niks is te voorspellen. Nee. Niks is te voorspellen. Dat lijken me mooie afsluitende woorden met Celasu. Daar staat een enorme rij. Film even. Wow. Het zijn allemaal fans van jou, Celasu. Die willen allemaal een handtekening. Dus ik ga jou niet langer ophouden. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En handtekeningen zetten dan maar.